Yes. Nou, Mike, poging 2 is dit. Ja. Ja, er ging even wat mis vandaag met het geluid. Ja, flink mis. Ja, zijn je 3 kwartier verder, heb je een supergezellig video opgenomen. Lekker gekletst, heel veel leuke dingen gemaakt. Ja. Heb je geen geluid. Dus we doen het even anders. We gaan niet helemaal opnieuw alles maken, want dat is een beetje tijdrovend. En we hebben ook niet meer materiaal over eigenlijk. Nee, klopt. Dan zouden we dit allemaal uit elkaar moeten gaan slopen. Dat is ook een beetje zonde. Ja, en vaak wordt het een tweede keer niet zo mooi, zeg nee. maar. Nee. Omdat het natuurlijk al een keer gebruikt is. Dus het was nu ook spontaan, hè? Ja. Dat is er ook weer vanaf. Ja, precies. Ja. Dus ons gezellige gesprek hebben jullie helaas gemist. Ik vond het leuk. Alle fails tussendoor hebben jullie ook gemist. Nou, dat is voor mij dan een keer een bonus. Gaat een keertje goed op beeld. Ja, ze kunnen gewoon, we doen gewoon alsof het in 1 keer goed is gegaan vandaag. Ja. En we gaan het eens laten zien. Maar ik heb mijn camera ook neergezet. Dus we hebben ook nog achter de schermen beeld. Dus ja. Er is nog wel wat over, hè? Wie weet is er nog wat, valt er nog wat te redden. Maar dat komt later dan online. We moeten gewoon even rustig gaan editen alles. We gaan even laten zien wat we hebben gemaakt. Want je hebt een paar standaard dingetjes die je kan maken met de box van Regina. Die heeft zij bedacht. Heeft ze handige kaartjes bij gedaan op de video. Maar we hadden zelf ook nog wat ideetjes. Ja. Dus. We lekker mee aan de gang gegaan. Dus ja. De bekende is de flamingo op de steen. Ja. En daar hebben we een andere variant van gemaakt. Dat is namelijk de schelp. En de schelp is ontwikkeld met koperen draad. Dus dan volg je echt de lijnen van de schelp. En als je dan wat dikker draad hebt, zoals bij de flamingo, dat draad kan je dus ook gebruiken, dan kan je die ook als houdertje maken en dan op een stukje hout zetten of op een steen. En dan heb je dus een alternatief voor de flamingo. Ja, en als je niet naar buiten wil, een kurk kun je er eventueel ook nog voor gaan gebruiken. Dan prik je hem gewoon huppatee in. Ja. Ja. Jij mocht aan de slag met iets anders leuks. Ja, ook met koperdraad. En ik heb met een plastic potjes, die heb ik dan omwikkeld. En dat heb ik met de draad vastgezet. En dat zijn dus 2 leuke hangers geworden die je dus ook nog aan elkaar kunt gaan hangen op die manier. Superleuk. Nou, dat hierboven een draadje erdoor, dan kan je hem helemaal leuk als hanger ophangen ook. Dus, ja, ook een hele leuke variant. Fijn, makkelijk uiteindelijk. Je was alleen even bezig met wikkelen. Klopt, ja. Maar dat is zo gedaan eigenlijk, hoor. Ja. Kijk, en wij waren ook al tussendoor aan het praten, dus je hebt het niet echt heel erg in de gaten wat je aan het doen bent, ja, natuurlijk. Maar je praat en bereid eten gelijk, blijkbaar. Ik red het redelijk, maar nu was het even wat lastiger. Maar ja, als je er gewoon je aandacht bij houdt, joh, dat heb je zo klaar ook. Dus, leuk om te doen. Ja, ondertussen was ik aan het vreubelen met een hanger. En het is een hanger met jute garen en ringen en een kraaltje. Dat is een beetje macramé, maar dan zonder het ingewikkelde knopen. En daar steek je dan 1 luchtbandje in. Superleuk, kan je ze ophangen. En voor het garen, je kan natuurlijk ook leuk gekleurd draad gebruiken. Dus dat is wel een heel leuk alternatief. Ja, en als je lintjes hebt of iets dergelijks, je kan er heel veel aan. Lintjes zijn ook leuk. Ja. En je hebt natuurlijk houten ringen. En ik ben fan van houtbranden, hè? Augustusbox. Je kan natuurlijk ook nog eventjes de houtbranden op die ringen zetten om een leuk patroontje erin te maken. Ja. Doe je ding. Leuk. Hartstikke leuk, creatief. Ja. Daarna gingen we aan de slag met de vazen. Klopt. Ja. Gewoon lekker makkelijk. Met schelpjes erin. Luchtplantjes. En dan ben je er al. Ja. Het hoeft ook niet heel ingewikkeld te zijn. Het, nee, je hebt natuurlijk echt, je krijgt 3 luchtplantjes in de box. Dus als je denkt, joh, ik vind de flamingo te ingewikkeld. Dan moet je best wel even een mooie manier in elkaar zetten. Ik ga gewoon lekker voor de vaas. Doe alle 3 de plantjes daarin. Dat kan natuurlijk ook. Zekers. Ja. Ja. En aan alle kanten op. Al die andere dingetjes toch ergens anders voor gebruiken. Ja. Ik heb de variant gemaakt zoals Regina hem heeft bedoeld. Dus dan doe je het gekleurde zand. Wat is het? Zand, steentjes. Doe je onderin. Ik heb nog een luchtplantje er los in gedaan. En ik heb nog een schelpje weer ontwikkeld met dat koperdraad. Vind ik wel leuk. En deze heb ik dan om een takje gewikkeld. Ja, want die komt inderdaad al gelijk met het visdraad eraan ook. Dus die kan je gewoon ophangen. Ja, die kan je mooi ophangen. Ik heb hem nu gewoon even snel hop eromheen gedaan. En lekker joh, als je zo'n takje moet zoeken, dan heb je meteen een boswandeling gehad. Ja. Ja, dat is ook wel het leuke van deze box inderdaad. Het stimuleert je ook eventjes om lekker naar buiten te gaan. Ja. Lekker takken zoeken, stenen. Ja, precies. Even lekker de natuur in. Weet je, natuurlijk in de herfst gaan we allemaal weer naar binnen en gaan we lekker DIY's maken. Maar het is ook heel lekker om eventjes die boswandeling of die standwandeling te doen. Lekker frisse neus halen en wat dingen uit de natuur te halen om je projecten extra leuk mee te maken. Ja. Nou, Sarah kwam ook nog aan met deze. Deze had zij nog gewoon van die geometrische houders.
Superleuk. Ja, die kan je natuurlijk overal vinden. En dan kan je ook gewoon leuk je luchtbandjes in doen. Dan hang je ze zo voor het raam. Ja. Dan hadden we wel wat tips, want ze moeten... Direct zonlicht vermijden, want dat vinden ze helemaal niet fijn. Ja, dus je raam op het zuiden, daar zou ik ze niet gaan ophangen. Maar een raam op het noorden, daar kunnen ze makkelijk. En dan heb je ze allemaal zo leuk voor je raam staan. Nou, iedere week even sproeien. Ja. Plantenspuit. Haal ze wel eventjes weg, anders moet je gelijk je ramen lappen. Ja. Je hand er even achter. Ja, even verstandig zijn. Of je geeft je plantjes, als je ze goed wil verzorgen, iedere twee weken even een lekker dompelbadje in de regenton zoals je zei. Ja. Gewoon kraanwater kan ook. Maar meestal vinden ze regenwater op de ene of andere manier super lekker. Ja. Mineralen of zo zitten erin, denk ik. Maar katten bijvoorbeeld ook, die vinden regenwater ook veel lekkerder om te drinken dan het water wat er klaar zit in de bijkeuken. Ja, jullie hebben ook ons hele kattengesprek gemist. Oh, zo jammer. Want jij hebt vier katten. Vier katten, ja. Vier stuks. Jeetje, maar ik heb er twee bengels en ze gaan inderdaad heel vaak met wol, draadjes. Nou, dit visdraad ook. Oh, hou op, schei uit. Hoe vaak ik al die mevaas niet moeten opvangen omdat ze erin zaten. Je zit zo die pootjes zo op. Ja. Ja, ik heb echt van zulke grote vazen gebruikt. Die staan dus achter bij op de vensterbak. Nou, dan hoor ik het al schuiven. Ik kijk om. Oh, daar gaat hij al bij. Ja, daar gaat de Rebel waarschijnlijk weer. En, hoe heet Rebel en Pepper. Pepper, leuk. Pepper is een Rebel 2.0. Ja, dat zijn die kleintjes, hè. Die trekken alles omver ook. Klopt. Die vinden alles leuk. Bij mij had er eentje, Dino, die dacht, dat luchtbandje vind ik heel erg leuk. Neem ik mee in mijn mond en naar mijn hok. Ja, dat dacht Rebel inderdaad ook. Dus ik was al twee plantjes kwijt, want die had Rebel helemaal ontleed. Die vond het helemaal geweldig. Ik dacht echt, dat ik thuis van, dat ligt hier op de vloer. Oh, dat was een luchtplantje. Een luchtplantje, ja. Dus heb je katten, of honden denk ik ook wel, die kunnen de luchtplantjes erg interessant vinden. Dus het is ook handig om ze hoog op te hangen. Hoog. Ja, of op een kast waar ze niet bij kunnen komen. Ja. Ja. Dus dat zijn wel eventjes tips. Ja. Mike, jij bent natuurlijk al heel erg lang ambassadeur bij ons. 3 jaar al, ruim. Ja, echt heel lang. Ja. Je hebt dus ook best wel wat boxen voorbij zien komen. Klopt. Heb je ook een favoriet ondertussen? Ik ben eigenlijk heel groot fan van alle projecten met Lawnful. Oh ja. Ik heb door jullie ook echt kennis gemaakt met Lawnful. Nou, ik vind het zo onwijs leuk materiaal om mee te werken. Ook met Sarah nog een video opgenomen met Natfield. Ook met Lawnful. Ook heel erg leuk. Wel tijdrovend. Maar echte Lawnful projecten. Groot fan. Super leuk. Daar maak je me altijd heel happy mee. Ja. Het is ook een beetje ons favoriete materiaal natuurlijk, hè? Ja, dat vind ik echt het leukste. En dan voel ik ook de vraag aankomen, vond je een mindere box? De box met klei. Klei en ik, dat gaat gewoon echt niet samen. Oh ja, dat zijn we al even geleden volgens mij. Volgens mij was die zelf nog van vorig jaar. Ja. Dat we ook met een marker dat gingen versieren. Nou, echt. Ja. Ik was daarmee bezig dat ik dacht van, oh, wat gaat dit in hemelsnaam worden? Dan had ik zoiets, een leuk kommetje met bolletjes eronder. Nou, gecheat, gewoon met... lijnpistool uiteindelijk vastgeplakt van de pistool moet niet zitten. Ja, maar klei is niet echt mijn ding, maar voor de rest, het is gewoon heel erg leuk. Dat je kon gewoon met echt alles in aanraking ook. En dat zorgt er ook voor dat ik nog steeds ambassadeur ben, want ik vind het gewoon echt te leuk om nog steeds met de box aan de gang te gaan. Ja, we houden je ook graag voor komend jaar. Dus ik heb ook al een beetje een sneak peek gezien en ik werd er heel enthousiast van. Ja, we gaan heel veel nieuwe dingen doen, hè? Ja, echt heel erg leuk. Ja. En het zijn ook dingen die ook echt leuk zijn om samen met Dennis te doen. Dus die gaat ook vaker nog komen in die video's. Ja, dus, ik ben heel benieuwd wat Dennis er ook van gaat vinden. Het is ook zo leuk om jullie samen in de video bezig te zien. Lekker een beetje kunnen, een beetje fijner met elkaar. Ja. Dus weet je eigenlijk wat samen. Ja, je hebt bij mij gevraagd als ambassadeur. En heel ongemerkt hebben jullie er toch nog weer eentje extra bij gekregen. Ja, precies. Ja. Nou, het is ook super gezellig om naar te kijken. Ja. Dus ik zou zeker zeggen, als je deze video hebt bekeken, ga daarna snel naar Mike's kanaal. Want die heeft ook super veel leuke DIY's die hij kan laten zien aan jullie. En hij unboxed dus altijd onze... boxen. Ja, ik ga er altijd lekker mee aan de gang ook. Dus tips, trucs geef ik ook. Zijn natuurlijk ook gelijk door aan jullie, zodat jullie ook de instructies die erbij zitten gelijk helemaal goed definitief kunnen gaan maken. Want dat is ook het voordeel van de ambassadeur. Ik heb ver van tevoren alles al in huis. Dus ik ben ook zeg maar een soort van proefkonijn. Dus ik kan ook echt de foutjes eruit halen en doorgeven. Ja. Waardoor de members echt goede boxen en goede instructies krijgen en zo. Dus dat, bijvoorbeeld heel leuk. Als een stift niet helemaal lekker werkt of als er gewoon iets te weinig in de box zit, van ik had dit nog eigenlijk wel graag gewild, dan kunnen we dat nog last minute toevoegen. Dat is toch wel heel erg fijn aan onze ambassadeurs. Ja. Ja, ik zit heel erg blij mee om dat te doen. Dus, ik krijg een stille correctie vanuit... Nee, het zit op 10 minuten. Nou, ik denk dat we gaan afronden. We hebben alles lekker laten zien.
We gaan hier nog even een leuke blog van maken. Mooie foto's erbij. Leuk. We kunnen onze members ook zien wat ze nog meer kunnen maken. Ik heb zelf dus nog allemaal tangetjes en zo. Het zijn van die sieraden tangetjes en dit. Ja, daar zou heel handig om in huis te hebben. Ja, de draad mee kunnen bewerken. Op zich anders is dus de optie gewoon wikkel het ergens omheen. Kom je er ook wel? Ja. Denk een beetje creatief. Hè? Precies, out of the box. Ja. Nou, daar lenen de projecten zich ook altijd echt heel goed voor. Ja, om echt een beetje je eigen draai eraan te geven. Zo heb ik zelf natuurlijk die roze kwarts gebruikt voor mijn flamingo. Heel leuk. Hartstikke leuk. Ja. Nou, een box is €29 per maand. Krijg je iedere maand een hele toffe DIY toegestuurd. Op de 18e van de maand maken we dan bekend wat de box is. En dan heb je vervolgens tot de 1e van de maand om je aan te melden of om je box te passeren als je denkt, het is dit mijn ding. Want dat is ook oké. Ja. Maar het liefst hebben we natuurlijk dat iedereen gewoon gezellig meedoet. Want dan leer je ook gewoon allemaal nieuwe materialen kennen, nieuwe technieken. Ja, ik vind het echt heel erg leuk. Echt een aanrader ook. Want, het zijn ook niet mega ingewikkelde projecten. Het is niet zo dat je er dagenlang mee bezig bent. Ja. Gewoon een middagje zitten, je hebt het klaar. Ja, het is een middagje echt heel zitten. Erg leuk. Ja. Deze kan je bij wijze van spreken in een half uurtje klaar hebben. Ja. Of je kan er de hele middag voor uittrekken en lekker verheubelen. Zekers, ja. Echt een aanrader. Ja. Geef een duimpje omhoog in deze video. Daar worden wij heel blij van. Abonneer je op ons kanaal, want dan mis je geen enkele video meer. En dan help je ons ook groeien en om groter we worden, hoe meer leuke video's we voor jullie kunnen. Het leuke is, als we op de abonneerknop geklikt hebben, verschijnt er ook een belletje. Als je die nog aantikken, krijg je een melding als er een video online komt. Dus dan blijf je helemaal op de hoogte. Dat is wel handig, inderdaad. Ja. En reageer als je nog een leuke DIY hebt die wij een keer moeten gaan maken. Ja, ideeën zijn altijd welkom. Ja. Dag! Doeg!